Goedendag. Na een vriendelijke donderdag is het vandaag toch echt wel weer heel ander weer in het land. Er is veel bewolking, er trekken een paar lichte buien over. En voor de rest trekt de Zuidwestenwind al aardig aan. We zien het ook al aan de bomen hier achter ons. Ja, voor de rest staat het weekend voor de deur. En zondag start het EK voetbal om drie uur. En veel mensen willen dan weer graag buiten de wedstrijd bekijken. Maar of het droog blijft, ja. Ik betwijfel het op dit moment. Want we hebben te maken met een groot lage drukgebied boven de Britse eilanden. Blijft de komende 48 uur min of meer op dezelfde positie liggen. Zorg ervoor dat buiengebieden ons land kunnen aandoen. Maar de wind komt ook uit het zuidwesten. En daardoor is het een stuk minder koel dan eerder deze week. Nou, we zien het hier ook gebeuren: een aantal buiengebieden die over het land trekken. Zeker komen de nacht een aantal fellere buien. En ook zondag, zaterdagmiddag een aantal nieuwe buien. Met misschien ook wel onweer of hagel. En voor de rest blijft het lage drukgebied min of meer. Op dezelfde plek liggen, dus de wind blijft uit het zuidwesten waaien. En daardoor kan koele lucht uit het noorden ons land even niet meer bereiken. Maar er blijft dus wisselvallig weer. Vanavond dus een aantal buien die vanuit het zuiden het land binnentrekken. Kunnen een paar felle buien zijn, zeker in het zuidoosten van het land, met onweer of wat hagel en de temperatuur ligt zo halverwege de avond rond een graad of 15. Uiteindelijk koelt het weg af naar een graad of 12. Maar er blijven dus een aantal buien over het land trekken. Zullen maar weinig opklaringen voorkomen en de zuidwestenwind zal zeker later in de nacht wat meer aantrekken. En morgen speelt die zuidwestenwind dan ook echt wel een grote rol. Kracht 5 of 6 aan de kust, in het binnenland veelal kracht 4... En zeker later op de dag leeft die buigheid weer op. Trekken een aantal stevige buien over het land. Kan weer wat hagel of onweer opzitten. Tussendoor ook ruimte voor de zon. En met de zon erbij kan het 17 tot 19 graden worden. Op zich geen onaardige temperaturen. Maar door het weerbeeld is het absoluut geen stabiel zomerweer. En zondag tijdens het EK voetbal opnieuw weer de opleving van een aantal buien. Zeker later op de dag. Ik denk dat de buien wel iets minder fel zullen zijn. Dan zaterdag en de temperatuur die gaat naar 18 of 19 graden en de zuidwestenwind die blijft opnieuw stevig doorstaan. En tijdens de wedstrijd zelf denk ik ook echt dat het niet heel ideaal weer is om buiten te gaan kijken. En als je buiten gaat kijken, neem dan toch even een paraplu of een poncho mee voor die enkele bui. En dat wisselvallige weer dat houdt nog wel even aan in de nieuwe week. We zien dat er elke dag een paar buien kunnen vallen. Veel bewolking, zeker aan het begin van de week. En de temperatuur die gaat nogal iets verder de lift in. 20 of 21 graden, maar echt stabiel zomerweer zit er voorlopig nog even niet in. Ik wens u een fijn weekend.